Toen ik jong was, had je ook al jeugdherbergen. Oh, 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 wat ben ik daar ongelukkig geweest, zeg. Diep, diep, diep ongelukkig was ik daar. De baas van zo'n jeugdherberg, die moest je vader noemen. Nou ja, ik zei niet eens vader tegen mijn eigen vader. En de vrouw van die baas van die jeugdherberg, die moest je moeder noemen. Nou, ik kreeg mijn bek niet uit, hoor. Moeder. Ik zei niet eens moeder tegen mijn eigen moeder. Ik noemde mijn eigen moeder altijd, hey, jij. Om de band niet al te innig te maken, begrijp je wel? Hey, jij. Ja, ik ken er nou nog wel om lachen. Maar het allerergste in de jeugdherbergen, dat was het avondeten. Kijk, als kind was ik natuurlijk eigenlijk al een gediplomeerde kok. Dus ik werd zo ontzettend somber als 20 van die hongerige jongens en meisjes om 5:30 aan tafel schoven. Dan kwam er een grote pan midden op tafel. En dan begon die jeugdherbergmoeder het eten in de borden te scheppen. Het spatte in het rond. En je wist bij God niet wat het moest voorstellen. Het was wit met groene slierten erin en het was waterig. Dus je dacht, nou, het zal wel soep wezen. Maar dan zei die jeugdherbergmoeder vol trots, jongens, vanavond eten we andijviestamp. Nou, dan viel ik stijl achterover. Het kon alles voorstellen, maar geen andijviestamp. Het had soep kunnen wezen, het had pap kunnen wezen of groene vla, maar andijviestamp, nee. Je kon het drinken. Mes en vork, daar had je niks aan. Een lepel, dat was het enige waarmee je die blubber weg kon krijgen. Ik werd al somber als ik ernaar keek. Maar ja, tegenwoordig kan ik erom lachen. En jullie ook misschien. En daarom vandaag het recept voor andijviestamp à la jeugdherbergmoeder. Neem 60 liter water. Bij voorkeur in een regenton. Doe daar een half kroppie andijvie bij. Zo, beetje snipperen. En dan 2 aardappeltjes. Bij voorkeur krieltjes. En dan stampen maar. Maar uitkijken dat het niet gaat spotten, hè. Daar gaat hij. Tot de volgende keer. Dan gaat mijn moeder erin, hoor.